vragen voor zijn. Beide handjes. Ik noem de brede handjes, maar het zijn beide handjes. Dan zijn alle drie de groepen boven. Dat betekent, we zitten in de categorie individuele en paren tot 10 jaar. Drie prijzen te verdelen. Ik heb er gelukkig niks over te zeggen. Maar wie er wel allemaal kan, dat is de woordvoerder van de jury. En dat is Ivo. Dus Ivo, we beginnen bij plaats nummer 3. Dankjewel. We gaan beginnen met plaats nummer 3. En zoals je ziet hier staan ze eigenlijk wel redelijk op hoogte van volgorde. De jeugd heeft de toekomst. Ze hebben er zich hartstikke goed gehouden. Ze hadden het hartstikke koud, heb ik gezien. Op de derde plaats is geëindigd Op zoek naar de prins met 239 punten, de Mupkes. De derde plaats voor de Mupkes, de prinsesjes, op zoek naar een prins. En ik weet zeker, als ze richting die 1000 weken gaan, dan zijn ze 20 jaar oud. Dan komt die prins vanzelf. Daar ben ik van overtuigd. Geef ze een daverend applaus, de Mupkes. Dan hebben we nog twee prijzen te vergeven in deze categorie. Ivo. We gingen verder kijken. Het was heel dicht bij elkaar. Op de tweede plaats zijn geëindigd. De beide handjes met aanhang van de prins en jeugd, de hofdame. Met 245 punten. De tweede plaats voor de beide handjes, moet ik nou zeggen. Is natuurlijk de dochter van de prins en een broertje van de jeugdhofdame. En ze voelden zich een beetje verloren. Maar dan hebben ze met deze opdracht helemaal goed gemaakt. En een tweede prijs voor Ilse en voor Thomas. Ja, en dan is er nog één prijs over. En dat is toch niet erg spannend meer. Maar Ivo gaat toch vertellen met hoeveel punten dat ze eerste zijn geworden. Ze deden hartstikke goed hun best. Waren hartstikke leuk gesminkt. Hebben met 258 punten deze keer de eerste prijs gewonnen. Dat betekent dat ze volgend jaar aan hun stand verplicht zijn om het nog een stapje beter te doen. En proberen weer de prijs te houden. Dus met 258 punten, piraterij met Valentijnsdag, carnavalsvereniging Aartje naar zijn vaartje. Aartje naar zijn vaartje, ja. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, want het zijn Bas. En Bas is natuurlijk de zoon van Jan en Marielle Knipping. En natuurlijk Thomas, de zoon van onze secretaris Mark Zwitserloot met zijn Patricia. De jeugd heeft de toekomst. Hier staan ze. Geef ze een daverend applaus. En jullie moeten er misschien nog een beetje aan wennen. Maar als je eenmaal op het carnavalspodium staat. En als je dan dat podium wilt gaan verlaten via die trap. Dan komt er een muziekje. Dan noemen wij een budemars. En die wordt dadelijk gedraaid. En dan gaan jullie al zwaaiend de trap af. En dan krijgen jullie nogmaals een applaus van alle mensen uit Nijlenhout.